vind jij lekker? Ja, goed zo. Morgen wordt er nog weer honden voor opgehaald. Deze rij komt dan weer vol en deze komt dan gewoon weer vol helemaal. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 17 december 2020. Wij zijn Roderick en Karin Stalman van de Werf. Ja, dat zijn wij. En wat wij gaan doen. Ik zou zeggen, kijk maar. Want dan kom je er vanzelf wel achter. Dus welkom bij deze gloednieuwe vlog. En heel veel kijkplezier. Zo, ik ga even mijn haar even doen. Kijk. Zo. Ik heb ook alweer geschoren aan de zijkanten. Vanochtend. Lekker. Kijk, eventjes een halve staartje erin. Even mijn elastiekje pakken. Zo. Hartstikke fijn. Fijn, fijn, fijn. Top. En zo snel ben ik. Ja, ik ben zo lekker super snel. Kijk, dat is rauw. Yay. Zo. Nou. Yay. Hartstikke idee. Ja, is goed lief. Is helemaal prima. Ik vind alles best nu. Ik vind het even prima. Oké. Mijn zonnebril, waar ik die heb, weet ik even op dit moment niet. Nee, die weet ik even op dit moment niet. Oh ja, ik weet het wel. Wauw. Want het zonnetje schijnt. Nu. Dat is fijn. We gaan zo'n boodschap doen. Maar ik ga lekker Lady uitlaten. En jullie zien mij straks wel weer terug. Ja, en toen liep ik lekker buiten in het zonnetje. En ja, ik heb gewoon mijn vestje aan. En van mijn andere jas, die een beetje te krap zit. Maar deze niet. Alleen de buitenjas. Dus ja, lekker met Lady lopen. Heerlijk, kijk, zonnetje. Lekker een beetje vitamintje C opdoen. Ja, en ik heb vandaag volgens mij tot nu eventjes een up day. En geen off day, maar een up day. Lekker. Hou ik van. Ja. Een Lady vindt het ook lekker. Ja. Heerlijk. Kijk, dat zeg ik. En Lady vindt het ook lekker, hè? Lady. Lady. Ja, dat vind jij lekker, hè? Ja, goed zo. Hou maar het gras op, meisje. Kom maar. Hou maar het gras op. Goed zo. Keurig. Nee, toch maar niet? Hou maar het gras op dan. Gras hier op. Kom. Wauw. En Roderick, die loopt aan de andere kant van deze weg. Ja. Helemaal goed. Ja, een hele goede middag. Ja, wij zijn dus al de hele dag op pad geweest. Roos alweer weg en naar zijn goede vrienden. Om dus even het een en ander weer in orde te maken. We hebben boodschappen gedaan. Nu zit ik even weer voor mijn pc even lekker mijn stamboom te maken. En ik ben moe. Dus ik ga zo even een tukje doen. Dat ga ik zeker doen, want ik ben moe. Nou, volgens mij kunnen jullie dat ook al aan me zien, dat ik gewoon moe ben. Maar dat maakt niet uit. Dus ja, het komt wel goed. Ik moet Ro eventjes zometeen een belletje geven, als hij mij op kan halen. Dus Ro die weet ook dat ik zo eventjes lekker ga liggen. Ik ga lekker op bed. Ik ga deze even afdoen. Oh, sorry hoor jongens. Jeetje mine. Ik zet jullie wel even neer. Hoef ik mijn telefoon niet zo vast te houden? Nee. Oh, precies. Kijk, dit is makkelijker. Ja. Nee, maar ik ben, wat ik net al zei, lekker bezig met mijn stamboom. En ik vind het helemaal prima. Ik zal eens eventjes even kijken of ik dat kan zien. Hoeveel ik in mijn start, even kijken naar mijn start moet ik hebben. Ja, hoeveel denken jullie dat ik al in mijn stamboom heb zitten? Qua familie. En dan weer daar weer familie weer van, daar weer familie van. Daar. Het gaat heel ver terug en ook weer heel ver naar nu. Dus ik heb een oma, die is helaas overleden. Die is hertrouwd. Die opa is dus ook al helaas overleden. Maar die opa had dus een zoon. Die heeft dus een zoon. Die leeft dus nog.
Die is dus ook hertrouwd met de tante waar ik ook heel goed mee overweg kan. Die tante is dus ook hertrouwd geweest en daar heeft ze dus twee kinderen van. En een van haar kinderen die heeft dus een relatie gehad. En daar ben ik dus nog helemaal mee bezig. Dus snap je hem nog? Maar ja, als jullie echt benieuwd zijn, zet het dan even hieronder en dan kom ik daar later weer op terug. Ik heb het hier voor mijn neus staan. Op dit moment, hè. Dus het kan ook weer zo zijn dat als jullie weer kijken, dat als dit online komt, dat het dus meer is. Maar op dit moment heb ik 1341 personen in mijn stamboom. Op dit moment. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Ja, toch wel. Dus ben je benieuwd wanneer je dit kijkt hoeveel ik dan heb? Reageer dan eventjes. En dan zal ik daarna weer erop reageren. Koud. Nee, ik heb nog niet geleerd. Het is nu net 5:30. Bijna. 17:27. Ik heb mijn baan nu opgebakt, opgewarmd in de koekenpan. En daarna, daarover heb ik dus 3 eitjes gedaan. Lekker. Een rode heb ik nog steeds aan de lijn. Ook goed. En ja. Ik ga zo meteen na mijn happy eten even gewoon lekker liggen. Ga ik even lekker aan mezelf denken. Maar ja. Dat is ook erg belangrijk namelijk. Zeer zeker. Want ik ben al vandaag al vanaf 7:30 wakker. En dat gebeurt mij niet vaak. Maar nu dus wel. En ja, ik ben nou gewoon back off. Ben moe. Dus ja, ik ga zo meteen eventjes even een kwartiertje, half uurtje denk ik vliegen. En dan ga ik daarna weer Ro even berichten dat hij dan straks rond een uurtje of 6:30 deze kant op kan komen. Ja. Dus hij kan daar nog lekker even een uurtje wikkelen. En dan ga ik hem straks appen over een uurtje. Dus dan ga ik nog even een uurtje dus zo meteen dus even lekker liggen. Uurtje. En dan ga ik Ro dus bellen, appen. En dan gaan we nog even wat boodschapjes doen. De laatste dingen. Zoals boter, eieren en... Pardon, hondenvoer. Yay! Ja, en dit is mijn schuur. Nou, morgen wordt er nog weer hondenvoer opgehaald. Deze rij komt dan weer vol. En deze komt dan gewoon weer vol helemaal. En ik wil nog wat voor de kleintjes halen. Het is allemaal weer vol. Maar kattenvoer is nog, nou ja, gedeels nog genoeg. Ik moet nog wel wat bijhalen. Kattengrit. Ze lopen nog eventjes, maar ik wil nog wat erbij halen. Dat deze weer helemaal vol is. Nou, dit is verzorgingsproducten. Jee, verzorgingsproducten. Dat heb ik nog genoeg. Thee en alles. Drinken hebben we genoeg. Kijk, dat zeg ik. Drinken hebben we genoeg. Afwasmiddel. Pak en braad en alles. Dat hebben we genoeg. Wat is Roderick? Kijk, dat hebben we genoeg. Kijk eens aan. Dat hebben we genoeg. En hebben we hier... wc-papier. Yeah, wauw. Ja. Helemaal top. Yeah. En dan dit is dan de vrieskist. En dan die andere kant. Niet schrikken. Ja. Deze gaat Ro en ik even binnenkort gaan opruimen. Want het is één groot... En dit is nog allemaal van Ro. Deze. Dit is van Ro. Dus dat is niet van mij. Dit is van mij. Dus ja. Hi, schat. Hi. Alles goed? Nee. Want? Weet. Ja, dat weet ik. Dus dit gaan we binnenkort even opruimen. Wat weg kan, gaat weg. Dat heb ik ook met Roderick net afgesproken. Wat weg gaat, gaat weg. Yay. Ja, en dan nog even de fiets even erin knallen. Dan van de week als Ro dan vrij is, gaan we even één dag even inplannen. Moeten we even kijken welke dag. En dan gaan we alles wat aan die kant staat, hier dus. Dus niet mijn kast en die kast en wat erboven staat, dat niet. Maar echt wat hier ook achter de deur staat, gaat alles weer eventjes in de algemene schuur.
Gaan we even echt alles lekker even uitzoeken. Misschien dat de hondjes even hier lekker in, in de algemene ruimte kunnen. Dat ze lekker toch even bij ons zijn. En dan gewoon weer alles netjes erin ruimen. En zodat we weer ruimte en overzicht hebben. Want ja, zoals je ziet, in deze kast staat dus mijn kerstboom en mijn kerstspullen. Maar ik kan er niet bij. Ik had het ook al aan Roderick gevraagd. Wil je mijn kerstspullen ophalen? Ja, ik weet niet waar het staat. Nou, dat weet je wel. Maar je hebt geen zin in om dat op te halen. Zeg dat dan eerlijk. Ik snap het wel, want ja, dan moet je alles hier weghalen. Dus ja, misschien komt die er nog te staan, mijn kerstboom, maar ik weet het niet zeker. En ik neem een vuilniszak mee. Wauw, ik moet trouwens vuilniszakken bestellen. Even kijken hoeveel heb ik er nog, vuilniszakken. Vuilniszakken, hoeveel heb ik er nog? Ja, ik moet wel vuilniszakken gaan bestellen, want ik heb nu nog 2 rollen. Wauw. Moet toch nog inderdaad vuilniszakken gaan bestellen. Oké, wauw, top. Nou, dan doen we dat. We gaan vuilniszak bestellen. En ik neem mijn roos mee. En ik ga nou even de fiets naar binnen knallen. Jee, ja, zeker. Ja. Ja, en dan ga ik hier. Hier heb ik een heel mooi knopje. Gaat die uit? Ja. Gaat die uit? Zo. En dan ga ik mijn post meenemen. Jee, rekening. Van de tandarts. Joepie. Ben ik daar blij mee? Nee. Ik ben er niet blij mee. Echt, niet. En de kerstkaart? Waarschijnlijk van mijn oom en tante, denk ik zo. Denk ik. En een roze envelop in plaats van paarse. Of een blauwe, een roze. Dus de tandarts, een herinnering, dat wist ik al. Oud nieuws. Ja. Heel erg oud nieuws. Ja. Nou, zal ik weer blijven. Ja, hij heeft de deur nog opengelaten voor mij. Wauw. Ja, een dubbele kind. Niet dus. Ik denk, die laat hij wel open voor mij. Aangehuppeld als een paal. Wauw. Wauw. Kom. Kom je lekker aangehuppeld, Tut? Wauw. Lief. Kijk dit dan. En ze gaat iets afleren. En ze gaat iets leren van een van de zusjes. Wauw. Wauw. Oh, wauw, wat ben je ook een lekker ding ook. Ja. Een hele goede nacht. Ja. Het is alweer 2:15 in de nacht. Kijk, Roderick is er ook nog steeds. Wij zijn dus nu aan het afsluiten. Wij gaan lekker ons bedje in. Roderick gaat naar huis. Maar oké. Anders slaapt hij weer niet. Nee. En ik vond dat nou net zo afgelopen nacht zo lekker gezellig. Lekker naast hem maken. Als je lekker naar huis wil, moet je het lekker doen. Maar ik wil jullie van harte dank wel wensen. Ja, lekker Nederlands klopt helemaal niet. Maar ik wil jullie gewoon onwijs bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!